Hi, short van Max Music. Hier voor mij ligt de Zoom H6. Het is een zeskanaals handheld recorder. En dit soort recorders kun je gebruiken wanneer je journalist bent bijvoorbeeld, of wanneer je uh, opnames wilt maken met je band en niet genoeg hebt aan een xi uh, stereo microfoon en een stereo signaaltje, maar dat je nog extra dingen wilt inprikken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vier microfoons. Voor de diverse muzikanten. En ook nog een stereo-signaal van het totaalgeluid voor je band. En met een recorder als die H6 maak je ideale en goed klinkende demo's. De geluidskwaliteit is namelijk 24-bit, 96 kHz sample rate. En dat is uh, beter dan de standaard CD-kwaliteit uh, zoals wij die kennen. Het mooie van die Zoom is dat het het verwisselbare microfoonsysteem aan boord heeft. Dus wat mee wordt geleverd in dit prachtige koffertje. Daar past alles netjes in. Is deze Xi-microfoon die je eraf kunt klikken? Op deze manier. En er wordt ook nog een MS, een Mid-Side-microfoon, meegeleverd. Die klik je er dan ook weer gewoon op. Er zijn nog andere microfoons verkrijgbaar, maar die zijn uiteraard optioneel. Wat nog meer wordt meegeleverd is: een plopkap die over die Xi past en een 2 GB SD-kaart. Zoals je ziet heb je hier die XI-setting en die microfoons die zijn te draaien naar van 90 graden naar 120 graden. Waardoor je in plaats van deze opnamehoek een veel bredere krijgt. Dus je hebt een breder stereo beeld. Aan de zijkanten bevinden zich combinatie ingangen XLR en Jack. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige Neutrik uh, aansluitingen. Bovenop vind je de diverse gainregelaars. En je hebt voor elk kanaal heb je ook nog een padregelaar. regelaar Daarmee zwak je het signaal uh, een aantal DB's af, hè, zodat je ook hele luide geluidsbronnen kunt opnemen. Je kiest vervolgens welke ingangen je wilt gebruiken om op te nemen. En je drukt op record en die opnames worden gemaakt. Via het kleine schermpje, het 2-inch schermpje, het kleuren schermpje, kun je zien wat er gebeurd is en welke settings je hebt gemaakt. Afluisteren gaat ook door middel van de koptelefoonuitgang of door middel van de ingebouwde uh, luidspreker. Het luidsprekertje moet ik zeggen. De kwaliteit daarvan is oké okay om even snel af te luisteren wat het, uh, wat het geworden is. Maar je kunt je voorstellen dat zo'n mini-luidsprekertje natuurlijk niet de geluidskwaliteit levert die het apparaat zelf biedt voor opname. Los van dat je kunt kiezen. Welke kanalen je wilt opnemen, heb je per kanaal nog een aantal settings die je kunt maken: een compressor, limiter, um, en dat soort dingen. Fantoomvoeding heb je ook nog. En dan heb je natuurlijk al die accessoires die je nog optioneel kunt aanschaffen. Want in plaats van microfoons, en je hebt ook nog een richtmicrofoon, kun je ook nog kiezen uit twee extra XLR-ingrangen. Waardoor het totaal op zes komt. En dan heb je dus gewoon echt een six-track handheld recorder. Super compact, super mobiel en voor vele doeleinden geschikt. Wil je nou alles eens even nalezen van deze Zoom H6? Dan klik je hier of daar, dan kom je direct op de productpagina terecht. Dan kun je eens even alle ins en outs bekijken en alle specs nalezen. Je bestelt hem door een druk op de knop en ook alle accessoires die erbij vermeld staan, die bestel je even makkelijk mee. Vond je dit nou een leuk filmpje? Dan zien we graag die blauwe duim, deel het met je vrienden en word lid van ons YouTube-kanaal. Dan hoef je geen filmpje meer te missen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.